Boer Geert laat geheime vriendin toch zien, met pumps in de stront. De Brabantse boer Geert heeft de afgelopen tijd alles gedaan om zijn nieuwe vlam Ingrid uit de media te houden, maar is nu toch overstag gegaan. Tijdens een mini-reunie met boerin Annemiek poseerde hij proostend naast zijn nieuwe wouwie, die overigens nog lijkt te moeten wennen aan het boerenleven. In de Instagram-stories van Annemiek is te zien hoe de vrouw, werkzaam als teammanager in UMC Utrecht, met hoge hakken op het platteland staat. Kijk, hakkies, zegt ze in de video, in de stront. Geerts nieuwe vriendin kan in elk geval rekenen op goedkeuring van Annemiek. Deze wouwie is echt wouwie mensen, leuke wouwie. Het ogenschijnlijk gewillige poseren van Ingrid is opvallend, aangezien Geert onlangs nog zei dat de vrouw absoluut niet op de foto mocht worden gezet. Anders wordt ze rebels, aldus de 52-jarige akkerbouwer. De blondine heeft volgens Geert de wouwfactor waarnaar hij zo op zoek is. Die bleek tijdens de opnames juist te ontbreken bij Angela. Na snel verdwenen gevoelens voor haar kreeg hij iets met ene Wendy en nu is hij dus gelukkig met Ingrid. Zij heeft mij onlangs een keer een berichtje gestuurd dat ze mij heel leuk vond, zei hij over haar. En zo is het gekomen. Ze had mij gezien en me een aantal weken gevolgd op televisie, in het programma. Ze kon het toch niet laten mij een bericht te sturen. Het gaat keigoed. Prima. De reunie maakt deel uit van wat Annemiek een tour de boeren noemt, oftewel een rondje langs de boeren van het afgelopen seizoen. Zo sliep ze afgelopen nacht bij boer Bastiaan en Milou en ontmoette ze gisteren tegelijk boeren Geert-Jan en Geert.